Rotterdam heeft een totaalverbod ingevoerd voor het afsteken van vuurwerk door bewoners. Alleen grote vuurwerkshows worden nog toegestaan. Vuurwerkhandelaren uit Rotterdam uiten hun bezwaren. Heel Nederland heeft een verbod voor vuurpijlen en knalvuurwerk. En wij hebben een totaalverbod. Ja, dat vinden wij niet reëel. Begin januari besloot Rotterdam tot een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk. Ondernemers zeggen dat ze te weinig tijd hebben gekregen om op deze nieuwe situatie in te spelen. Ik heb het er echt bij, omdat tussen kerst en oud en nieuw is mijn omzet is minimaal en daarvoor heb ik er vuurwerk bij gedaan. Maar er zijn ook ondernemers die gaan nu omvallen als het vuurwerk niet doorgaat. En dat vind ik wel heel erg dat er zo met mensen omgegaan wordt. Ja, de markt verandert al jaren. En het is niet zo dat als de marktomstandigheden veranderen of als er nieuwe politieke besluiten zijn, dat we ondernemers zomaar kunnen compenseren. Rotterdamse vuurwerkondernemers pleiten voor een afbouwperiode in plaats van het vuurwerkverbod in Rotterdam dit jaar al in te laten gaan. Als je het in de afbouwtraject had gestopt, als je had gezegd je mag nog 1 of 2 jaar verkopen, dan had iedereen zijn kosten af kunnen bouwen, een andere bedrijfstak kunnen gaan beginnen of iets anders gaan doen om het grote gat wat dit, als dit verliest, ben je toch wel, de gemiddelde ondernemer is denk ik 30-40% van zijn omzet kwijt. Daar zou je iets anders voor moeten doen, want je hebt daar wel op gerekend. Het is niet zo dat we dat als overheid, dat geldt ook voor mensen die in het havengebied ondernemer zijn of mensen die op de markt werken, dat kan de overheid niet aan om dat te compenseren. Dus daarvoor geldt dat ondernemers dan even de schrik hebben, het verdriet hebben en vervolgens een nieuw plan moeten trekken. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Vuurwerkbranche BPN stapt namens de 32 Rotterdamse vuurwerkondernemers naar de rechter. Dit is puur het siervuurwerk waar we het over hadden, wat nu nog landelijk gezien mag. En ja, hier zien wij eigenlijk weinig kwaad in. Als iedereen gewoon een beetje normaal mee omgaat, geniet iedereen hier alleen maar van. Ik denk niet, voor zover ik juridisch geadviseerd ben, dat dat veel kans heeft. Maar ze mogen het wel doen en dat zal ik ook respecteren.